In het Zaandamse bedrijvenpark Achtersluispolder wordt hard gewerkt om de faciliteiten van plooier spik en span te maken. Niet dat dat niet zo hard nodig was, want een ordelijke werkplek is een voorwaarde om de kwaliteit te kunnen leveren waar we wereldwijd om bekend staan. Maar vandaag is een bijzondere dag. We houden open huis voor de leerlingen van het Trias College. Ze bekijken de aanwezige metaalbewerkingsmachines en laten zich verrassen door wat we ermee maken. En dat is in één woord samen te vatten als toegangstechnologieën. Welkom bij Plooier Zaandam BV. In dit pand, schuin tegenover de andere twee, slaan we halffabrikaten op en doen we aan werkvoorbereiding. Het snijden van het glaswerk voor onze kozijnen besteden we uit. Want waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden? Maar het spreekt voor zich dat alles wat we leveren moet voldoen aan onze eigen strikte eisen van kwaliteit. We werken dus alleen samen met de beste vakmensen. Zoals bijvoorbeeld hier voor het zandstralen van veiligheidsglas. Eigenaars van Plooier Zaandam zijn Frank en Axel Kalf. En hun zus Annemarieke leidt de afdeling personeelszaken van dit vertrouwde familiebedrijf. Axel is naast zijn sturinggevende werk de financiële specialist van het bedrijf. En waar komt nou die vulkoper te zitten? Onze showroom geeft al een bescheiden inzicht in wat we met dat woord toegangstechnologieën van zojuist bedoelen. Scharnierwerk is belangrijk, maar ook het materiaal. Dat is veelal roestvrij staal in alle soorten en maten. Voor kozijnen, maar ook voor lift- en gevangenisdeuren. Want we willen geen schimmel en aanhechting van bacteriën. We testen en certificeren dan ook alles. Wij zijn de enige, jawel, de enige gecertificeerde producent ter wereld die gegarandeerd roestvast stalen en tot 90 minuten brandwerende deur- en kozijnsystemen kan maken. Dit is wat een handvol kogels doet met een standaard kozijn. Maar kijk dan eens hiernaar. Dit is een extra U-profiel ter versteviging voor de inslag. Hier een extra verstevigingsstrip voor de doorslag. Deze IM-dito, een versterking voor de sponning open te breken. En een extra vulprofiel voor het doorschieten. We hebben een aantal heren gevraagd om er zich een middagje op uit te leven. En dit is het resultaat. Op de ontwerpafdeling gaat het er een stuk rustiger aan toe. Om onze vooraanstaande positie te behouden, moeten we blijven investeren in zowel mensen als nieuwe technieken. Want ontwerp, calculatie en werkvoorbereiding gebeurt bij ons volgens internationale kwaliteitsnormen. Tot aan het printen van de werktekeningen toe. De productiemachines dan. Van staalinvoer tot en met de uitvoer van het erin gemaakte halffabrikaat werkt deze enorm snelle en krachtige pons-nibbelmachine volautomatisch. De kant- en freesbanken zijn natuurlijk ook CNC gestuurd. Deze hier verwisselt zelfs zijn eigen gereedschappen. Heerlijk om een ander te zien werken. Behalve de afdeling plaatwerk, die we net hebben gezien, is er ook nog de lasconstructieafdeling. Een van de vele lastechnieken die onze specialisten tot in de puntjes beheersen, is het werk aan de projectielasmachine. Hier wordt, net als elders op de lasconstructieafdeling, zowel plaatstaal als kant-en-klaar profielstaal bewerkt. De poedercoatstraat van Plooier is uniek in de branche. Na te zijn ontvet worden de geproduceerde objecten van een poederlaag in elke door de klant gewenste kleur voorzien en door een moffeloven geleid. Het staal wordt op deze manier kras- en kleurvast gemaakt.
We kunnen er een grondlaag of een aflaklaag op spuiten, maar ook dat mogen onze klanten bepalen. Want wat we leveren is kant-en-klaar maatwerk. Het in de eenmaal gespoten kozijnen aanbrengen van de aanslagrubbers gebeurt op de afdeling assemblage. Hier monteren wij er ook de scharnieren en het overige hang- en sluitwerk en beslag op, al naar gelang het bestelde ontwerp. De eigen vrachtwagens rijden via de grote roldeur naar binnen om te worden beladen. Ze brengen de producten uiteindelijk meestal rechtstreeks naar de bouwplaatsen. Zoals dit project voor Shell in Rijswijk, waar monteurs van Plooijer-Zaandam klaarstaan om de eindproducten zelf voor de klant te installeren. Alle ruiten en kozijnen in deze grote centrale ruimte zijn door ons gemaakt en geïnstalleerd. En die maar liefst 60 minuten brandwerende glazen gevel daarboven komt ook van ons. Onderweg terug naar huis komen we onder andere in Amstelveen langs dit pand van de Vrije Universiteit. Hier komen de automatische schuifdeuren van de entree van ons, net als een flink aantal van de beveiligde binnendeuren. Oh, en dit eveneens 60 minuten brandwerende atrium natuurlijk ook. Prachtig, al zeggen we het zelf. En niet stuk te krijgen. Gaat u nog even door, heren?